de tribune snakten ze nu waarschijnlijk naar twee dingen. Naar die grote kaas en misschien een klein kalmeringstabletje tegen de zenuwen. Want gaat er bijna 500 kilo kaas naar de kant van Jeroen? Of wordt Guus de grote kaaskoning? De teams krijgen in elk geval 3 vragen waar ze antwoord op moeten geven. De concurrenten reageren daarop met het hoger-lager principe. En het team dat de vraag wint mag een draai aan het rad geven voor de punten. Let ook even op de mazzelpunt naast de 12 daarboven. Als je die draait, is hij niet alleen 8 punten voor je team waard, maar krijgt dat hele vak een ontzettend lekkere I Love Holland taart. Oh. En... Die zwembroek, die hoef je de rest van het jaar toch niet meer aan. Dus, en moet hij dan ook in 8 punten? Wat zeg je? Moet die taart dan ook in 8 punten? Nee, je kan hem ook in hele kleine, krenterige stukjes snijden, ja, wat jij wil. 16 punten, daar kan ik gewoon niet op. Ja. Daarom doe ik ze altijd in 4. Goed, de eerste vraag gaat naar het team dat bovenaan staat. En dat is Guus. Oh. Hoeveel exemplaren van de Nederlandse roddelbladen worden er bij elkaar wekelijks verkocht? Dan heb ik het over privé, weekend, party en story. En dat zijn abonnees, losse verkopen, leesportefeuilles, alles. Hoeveel bij elkaar opgeteld per week? Per week? Per week. Ja, hoor, maar het zijn er gewoon niet heel veel. Die 4. Absoluut getal. Van die 4 bladen. Van die 4 bladen. Ook de abonnees, hè, stellen ook mee. Ja, ja. Meer van die walgelijke lezen dan je denkt. Ja, ja. Nou, jij weet het beter. Er zijn echt meer, meer dan een miljoen bladen. Dus, ja. Hoeveel bladen waren het? 5, toch? Jij je hebt de story, de privé, de weekend en de... Party. 4. Je hebt geen miljoen. Ah, zij moeten gelukkig eerst zeggen, wij hoeven alleen maar hoge bladen. 165? Ja. Echt niet veel. Goed, Guus, jij moet het zeggen. Ja. We weten het precies. We weten het tot op de dinges af. De laatste ligt al bij ons. Er was één iemand bij ons. Echt waar, die wist het. Ja. Okay. Nee, die had roddelblad las. Nee, ja. Ja. We hebben het gevraagd net. Nee, maar ze geven het nooit toe, dat is het probleem. Er is maar één iemand die het toegaf. Ja, klopt. Nou ben ik het kwijt. Oh, sorry. Wat wou je zeggen? Nou, het zijn er gewoon van veel, veel, veel minder dan je denkt. En als ik 165.000 zeg, zeg ik nog veel te veel. 165.000. Ja, hoger, maar echt geloof me, geloof me. Hoeveel kappers heb je in je buurt? Ah, die was moeilijk, hè? Vraag jij mij. Hoger. Ja. Ja, sowieso hoger. Ja, wij dachten ook hoger. Zeker. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat veel meer mensen toch kopen. Helaas, ja. Hey, als jullie er bijvoorbeeld in staan, hè, je loopt in de supermarkt, je denkt, oh, hey, dat ben ik sta erop. Koop je hem dan? No way. Nee. Nee? Nee. Ben je er niet benieuwd? Nee, maar al mijn tantes en mijn moeder. Ja. Nou, nee, interview geven van de story zie ik. Ja. Nee. Dat zijn er bij elkaar op. Wel zat erin. Ja. Ja. Het zijn er al 37 ongeveer bij elkaar verteld. Oh, oké. Het goede antwoord. Guus zei 165.000. En Jeroen denkt dat het meer is. Ja, het zijn natuurlijk 4 bladen. Eén is wat minder groot. Privé is de grootste, nog steeds. Dan komt de weekend, dan de party, dan de story. In totaal 304.822 exemplaren. Waanzinnig veel nog steeds. Worden echt nog wel gekocht en gelezen? Ik durf niet, ik durf gewoon niet. We zijn een leesmappen. Even een flinke draai. Verschrikkelijk demotiverend voor Guus. Die staat zich de blubber te spellen en te raden en liedjes. En hij draait weer 50. Het is gewoon niet eerlijk. Mijn laatste seizoen. Mijn laatste seizoen. Hij stopt ermee. Maar ja, je hebt altijd kaas boven kaas. Ik ga de stand even bekendmaken. Die is vrij demotiverend voor het team van Guus. Nee, joh, helemaal niet. 47 punten en Jeroen aan de leiding met 85 punten. Het stinkt wel heel erg, zo'n kaas. Ja, ja, dat gaat zweten ook, zo'n zweetkaas. Anders krijgen ze gewoon... Kaaslucht. Ze mogen van mij wel 5 kilo klaas. Dat is ook leuk. Goed, de tweede vraag. De Rotterdamse Euromast is in Madurodam het hoogste miniatuurgebouw. Hoe hoog
is in centimeters de miniatuurversie van de Euromast in Madurodam. Oh, de miniatuur. Ik denk dat die 1 meter 40. In miniatuurversie. Zo, dat is nog kleiner, hè? Dat is 1... Wie woont in de buurt van Madurodam? Wie woont er in Madurodam? Hoe dan? Hoe dan? Nee, niet het echt. Ja, het echt, ja. Nee. 135? 135, ja. Wij zaten al zo. Ja, oké, okay, zeg. Ga je dat? Nee, maar het is, die vliegtuigen zijn best wel... Het vliegtuig ja. Zo, hè? Dus de Euromast kan toch best wel eens... Het kan best wel dit zijn, hoor, denk ik, ja. Die vliegtuigen zijn best okay. Wel mega. Jeroen, serieus? Nee. Dat denkt echt, hè? Die heeft geen zin in kaas, hoor. Nee. Die denkt, wegwijzen we dat ding. Move. Ja. Ja, wij zaten allemaal zo van, ja, dat moet ongeveer zoiets zijn. Maar ik hoor net dat zij zeggen, het Nationale Nederlandengebouw is nog veel groter. Groter dan wij zelf zijn. Oké. Okay. Dus dan moet het nog groter zijn. Ja, anders is het wel heel klein. Oh, wow. Oké, okay, Jeroen, je moet 225 centimeter. 225 centimeter. Nou, een vliegtuig is echt wel zo'n ding, hoor. Je zei net lager. Was nee, ja, nee, maar ik... Hoeveel zijn er? Hoeveel zijn er? Nee, maar het vliegtuig daar, als je daar bent, dan is het... Ja, hoger. Nee. Hoger. Ja. Hoger. Hoger. Nee, zegt Egmar. Ja, wij zeiden 19 meter, zeg maar, zeiden wij. 19? Nee, zij zeiden 225 centimeter. Dus 2,25 meter. Hoger. Maar mannen zeggen ook altijd dat hij langer is. Ja. Oh, groter. Wordt iedereen blij van. Doe maar. Ja. Hoger. Ja. Hoger dan 2,25 meter. Deze meneer zegt, je hebt gelijk. Dankjewel, jongen, want ik zat er even doorheen. Echt? Je hebt gelijk. 185 meter is de echte Euromast. Oh, ja. Dus daar gaan we. Die is 185 meter hoog. Ja. En die in Madurodam is 740 centimeter hoog. 7 meter! Ja! Ja. Ja. Hartstikke groot, hoor. Nou, ja, gaat het. Kijk eens. Ja, het gelijk. Wow! Ja, ja, ja! Het is zo erg dat ik zo moet lachen. Het is gewoon echt... Knip er allemaal uit, Linda. En ik ben gek op Guus. Ik wil hem niet uitlachen, maar het is zo grappig. Dat het gewoon steeds niet lukt. Ik heb niks met dat ding. Nee. Het wil gewoon niet. Misschien moet je gewoon eens iemand anders laten draaien. Ik wist niet eens dat het mocht. Zal ik voor je draaien de volgende keer? Maar goed, er komen toch weer lekker 2 puntjes bij. Bedoel ik. En dat brengt de stand op 49 voor Guus en 85 voor Jeroen. En voor de laatste vraag, en dat geeft de burger moed, komen de 100 punten er weer bij. Oh. En de alles kwijt, helaas ook. Zit ook dan heel gemeen naast de... Ja, ja. Ja, die zit ernaast. Het is nee, maar ik wil je even uitleggen waar die zit. Oh, hij zit naast de 100. Top, onthoud ik. Ja, en okay. De vraag gaat naar het team van Guus. Hoeveel mannen van 30 jaar en ouder woonden op 1 januari 2019 nog bij één van hun ouders thuis? En het is een concreet aantal, hè? Dus echt, ja, het is niet... Nee, okay. Het is niet een percentage. Luister, hoeveel mannen? Ten eerste, ik denk dat er heel veel jongens... Hoeveel mannen van 30 jaar en ouder... 30. Ja, maar woonden op 1 januari nog bij hun ouders thuis? Voor je het weet ben je 30 en woon je toch thuis. Oh nee, ik ben veel ouder. Ik schrok ineens, ik ben ineens 30. Nee, maar ook, je moet het ook weten, hè? Veel stelletjes die uit elkaar gaan, gaan nog wel heel leuk. Ja. 100.000. Echt niet, weet je dat niet? Wat denken jullie? Meer dan 100.000? Ik denk dat het meer is dan we denken, hoor. Ik wel. Ja? Ja. Ik kan er even op. Ben jij alleen? Nou ja, 80.000. Ja, ik heb toch geen idee. Ja, wel. Ja, ik denk het wel. Oké, Guus, meer dan 100.000, toch? Nee, want ik kan wel mensen vragen. Die weten het ook niet. Nee, dus jullie moeten het een beetje op gevoel doen. Ik moet het even aan mijn moeder vragen straks, als ik thuis ben. 40? Oké. 39.500. 39.000. Meer. Hij was nog bezig. Nee. Dit is alleen Noord-Holland. Ja. Nee, maar jij zei het 40. Oké, maken we er 40 van. 49?
Nee. Oké, okay, ik hoor net 49.500. Ja. 49.500. Zeg het omhoog. Iets hoger, hè? 49.500. Het is toch niet te vragen? Mensen hier ook, weet niemand. Er zat iemand hier, die kende al 3, 4 mensen in de omgeving. Oh, toen dacht ik, nou, dat moet minstens 100.000 zijn. Ja, maar je bent zomaar 30. Precies, je bent zomaar 30. Oh, ja. Je let niet op, pam, 30. Als het uitgaat, ja, mam, pam. Oh, huis uit, maar dan is het al 1 januari geweest. Of, wat was het ook weer, die mensen die studeren? Wat? Mensen die studeren, die hebben zich geen bij hun ouders. Ja, maar als je op je 30 nog studeert, dan... Dan ben je gewoon een... Ja. Of je hebt bijvoorbeeld een loodgietersbedrijf, dat loopt niet helemaal lekker. Je hebt je ouders gevraagd, hey, kom eens even helpen. Zij komen bij jou inwonen. Jij hebt zoiets, ja, dat is helemaal geen privacy. Jij gaat weer terug in hun huis wonen. Zij komen ook weer terug in hun huis. Dan woon je technisch bij je ouders. Mooi. Mooi gesproken. En goed verhaal, lekker kort. Ja. Wij denken meer. Oké. Wat zou bijna pak zijn? Guus zijn 49.500 mannen. In Nederland. Mannen? Ja, mannen. Oh. Ik dacht geiten. Geiten. Bij de vrouwen zijn het er 41.531. Ja. Nou. Dat zijn er altijd minder. De mannen zijn minder, hoor. Ja? Nou ja, de mannen zijn meer, maar hoeveel meer? Dat is nu even de vraag. Na de reclame. Ja, na de reclame. Nee, ik moet even zeggen, als het inderdaad meer is... dat de enige kans op winst, Guus, is als Jeroen alles kwijt. Ja, daar geloof ik niet in. Zou ook wel leuk zijn. Heb je dat wel eens gedraaid? Nee, maar ik heb ook nog nooit de 8 gedraaid... en dan zouden we ook nog een taart winnen. Dat zou wel leuk zijn. Het zijn dus 41.531 vrouwen die nog thuis wonen. En mannen is het goede antwoord 119.814. 119.814. Nou, alles kwijt. Het kan. Het is duidelijk. De winst is voor het team van Jeroen. En dat levert zijn hele website een goudse kaas op. Probeer hem niet in de auto al op te eten, hè, of als stuitspringertje te gebruiken. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.